Goedemiddag. Super leuk dat jullie er zijn vandaag. Nou, vandaag is het thema geen idee. Dus we hebben het over onze identiteit, hoe we die vormen en ook hoe kunst ons hierbij kan helpen. Ja. Nou, hebben jullie al vragen voor ons? Dus dit is vooral over kunst en over muziek en zo. Dus naar wat voor muziek luister je een beetje? Nou. Is het gewoon een beetje, nou gewoon vooral op de talkshow. We zagen net dat er heel mooi werd gezongen. Maar is dat vooral zingen of wordt er ook naar andere soort kunst gekeken? Ja, wij maken vooral gewoon pop als we in de show zitten. En ik kan me best voorstellen dat zo'n talkshow doen niet een dagelijkse kost is. Dus hoe is het nou voor jullie om hier te zitten? Ja, nou, het is natuurlijk super vet om zoiets te maken. Okay. Ja. Want jullie doen zelf ook veel met cultuur en muziek en zo en kunst. Nu een beetje focus op toetsen en school afmaken, maar ja, ook belangrijk. Veel gedaan. Maar ik denk dat vaak muziek ook iedereen luistert wel eens muziek op verschillende momenten. Dus iedereen kan je er wel mee verbinden en het is heel mooi eigenlijk. Dus jullie zingen zelf ook of spelen jullie instrumenten? Of, Vroeger vooral heel erg. Nu is het wat meer, soms wel gewoon spontaan een beetje, maar... Ja. Ik denk dat vroeger waren we al veel meer mee bezig. Ja. Maar het is nog steeds hartstikke leuk, vind ik het zelf om te doen. Super leuk dat jullie erbij waren en dat jullie even met ons wilden kletsen. Ja, heel dankbaar dat wij hier mogen aanschuiven een beetje op afstand, helaas. Ja, maar, corona manier. Hopen volgende keer misschien een keer gewoon het echt gewoon samen aan tafel te kunnen hebben. Ja, dankjewel.